Goedemiddag, wij staan hier in Pulau Ubin. Dat is een eiland in Singapore waar de jungle nog in oorspronkelijke staat is. Dus zeg maar een bosrijk gebied. En omdat Singapore al best wel verstedelijkt is, is het natuurlijk een bijzonder plekje waar je lekker tot rust kunt komen. En waar, waar wij nu een fietstocht gaan maken en van de omgeving gaan genieten. Jullie hebben nog twee vlogs van ons te goed. En de eerste vlog zou voor de donderdag zijn, de Crest Secondary School. Het was die dag zo druk dat wij nu pas eraan toegekomen zijn om jullie te vertellen hoe het nou eigenlijk op de Crest Secondary School was. Nou, het was een middelbare school, wat je kunt vergelijken met ons VMBO. En het had ook heel veel overeenkomsten met Spectra, de school waar we dinsdag naartoe zijn geweest. Spectra had weliswaar een escape room, waar de wiskundelessen ook nog werden gegeven. Maar de Crest Secondary School was eigenlijk degene die de school die was begonnen met eigenlijk al die interactieve opdrachten. Nou, de Crest Secondary School vindt de leerling heel belangrijk. Ze vinden het ook heel belangrijk dat de docenten met hun hart het vak uitoefenen. En dat uit zich ook weer in de lessen. Nou, je ziet ook dat alle klaslokalen theoretische lessen worden gegeven, maar ook zeker praktische lessen. Dus in ieder lokaal heb je een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk. Wat ook heel opmerkelijk was, als ze daar een telefoon in de klaslokalen hebben, dan moeten ze die meteen inleveren en dan na 7 dagen krijgen ze dat pas terug. Dus je ziet dat het disciplinerende toch wel echt belangrijk is in Singapore. Nou, regels te over natuurlijk, want je ziet hier ook hier achter mij dat je hier niet mag vissen. Dus dat gaat zelfs op het eiland Pulau Ubin gaat dat zo. Verder zijn we na de secondary school naar de ITA school geweest. En dat is een technische school. En daar zal meneer Moesman veel meer over vertellen. Ja, en toen stond meneer Moesman hier ineens. Ja, de ITA was eigenlijk een op uitnodiging van Mr. Sam, om zo maar te zeggen. Die heeft daar 7 jaar voordat deze school begon, de Crestel, was hij daar vice principal. En die nodigde ons uit om ook even te kijken bij de ITA. Nou, daar hebben we geluncht en hebben we een rondleiding gekregen waar eigenlijk de technische aspecten die wij in 21st Century Skills en technologie en toepassing hebben, die hebben zij daar ook wel meer geënt op de technologie uitdagingen. Ze hebben daar een docent die is gek van techniek en alle nieuwe dingen zegt hij, ik ga er niet meer op staan, zo'n longboard of zo'n ding, maar maak hem, ik koop hem, alleen jullie maken hem zo dat ik er ook gebruik van kan maken. En zo zijn allerlei technische skills waar hij mee bezig is geweest om die leerlingen uit te dagen van, ja, als ik op zo'n ding ga staan met twee van die wieltjes als 60-jarige, dan lig ik op mijn plaat. Dus maak er iets van dat ik het ook kan doen. Dus ze hebben daar een stuk hout bij gezet, ze hebben daar wieltjes onder gezet en twee van die beweegdingen waarbij je dus naar voren kan leunen, achter kan leunen, net zoals een segway eigenlijk. Ze hebben er een soort segway van gemaakt, waardoor die meneer heel snel en heel goed door het lokaal heen kan gaan. Nou, na afloop van de ITA moesten we nog een klein beetje opschieten, want we hadden een netwerkbijeenkomst met de ambassade, waar we de ambassadeur van Nederland hebben gesproken, haar hebben ontmoet, haar wat vragen hebben kunnen stellen en daarnaast hebben we nog een aantal bedrijven gesproken die interesse hebben om workshops bij ons te geven of informatie aan ons te geven waar wij mogelijk wat mee kunnen. Dus wat dat betreft was het een goede netwerkbijeenkomst waar we vanuit het bedrijfsopzicht ook weer wat informatie gekregen hebben over hoe het hier nu gaat. Nou, dus zoals jullie zien hierachter is dan de jungle, om zo maar te zeggen. 50 jaar geleden was het in één keer dat Singapore heette de Gardens, de City in the Gardens. En nu proberen eigenlijk de Singaporezen er de Gardens. De Gardens in the City was het voorheen. En nu proberen ze de City in the Garden van te maken. Dus er wordt enorm veel geïnvesteerd in het groen, groen, groen. En dit gedeelte is gewoon echt alleen nog maar groen. Aan het begin heb je dan wat dingen waar je fietsen kan huren en zo meteen gaan we het bos in en dan hopen we nog allerlei dieren te zien.
Nou, je ziet hier de palmbomen, nou, die zie je al veel meer overdreven en veel meer mooi. Een visvijvertje waar je niet mag vissen, maar wel een stuk natuur. Hier is het echt ongerept gelaten en dat is mooi om te zien. De rest van de dag krijg je nog wat andere vlogs binnen. En dan gaan we eigenlijk vanavond onze laatste echte avond in waar we nog het hotel slapen. We hopen dat jullie genoeg informatie gekregen hebben tot nu toe. We hebben nog wat vlogs tegemoet, zoals meneer Lou heeft gezegd. En die zullen deze dag of morgen uiterlijk komen. Ik wens jullie een fijne dag. Het is hier nu 1:15. En bij jullie is het net wakker wordt tijd. Oftewel, het is zaterdag eigenlijk. Dus een aantal van jullie zullen wel uitslapen. Hey, bedankt en tot volgende week. En tot de volgende vlog.